Mijn naam is Pieter Monsma en ik ben een van de founders van Great Property Experience. Wij zijn een organisatie waarbij we mensen in Nederland helpen om met vastgoed een inkomen te bouwen. Nou, dat vinden we helemaal super inspirerend, maar wat ik leuk vind is om jullie te vertellen wat mijn eerste vastgoedervaring was. Voordat ik jou uitleg wat mijn eerste vastgoedbelegging was, wil ik je vragen om deze post te liken op onze kanalen. Mijn eerste vastgoedbelegging was een boerderijtje in Friesland. Prachtige natuur, schitterend, net onder de rook van Heerenveen. Voordat ik daar tegen dat boerderijtje aanliep, had ik eerst bij mezelf gedacht van wat wil ik nou eigenlijk in de rest van mijn leven? En ik had een leuk bedrijf, maar was niet echt gemotiveerd. Ik zat een beetje vast, ik had het personeel wat niet leuk was. En toen heb ik de quote 500 doorgelezen en in die quote 500 stond namelijk dat heel veel mensen die rijk waren, vastgoed hadden. En zodoende had ik wat interesse in vastgoed. En gek genoeg, dan kom je ook iets tegen. Dan zie je een boerderijtje midden in het veld staan met een bord te koop erop. En daar ben ik naar binnen toe gelopen. En in dat boerderijtje lag een prospectus met daarop de voorwaarden van de verkoop. Dat betekende dat ik er 3 dagen later in moest schrijven bij een makelaar voor de koop van dat boerderijtje. Nou, hoe dat werkte wist ik niet. Ik wist helemaal niks. Dus ik ben naar een bevriende makelaar toegegaan en ik heb gevraagd hoe dat in zijn werk zou gaan. Nou, hij zei dat is heel simpel. Je moet een envelop hebben. En in die envelop zet je een briefje met het bod wat jij wil geven voor die boerderij. Nou ja, wat geef je nou voor die boerderij? Dus ik ben op onderzoek gegaan en ik had 3 dagen om een prijs neer te leggen bij die makelaar. En in die 3 dagen heb ik alles en iedereen gesproken in de buurt van het boerderijtje. Ook de gemeente, maar ook de buren daaromheen. Wat was er aan de hand met het boerderijtje? Waarom was hij te koop? Wat is de reden? Wat waren de eigenaren? Nou, het bleek dat de eigenaar overleden was, dat het een ruzie was in de familie. Er waren allemaal leuke dingen omheen. Er zat een stuk grond omheen om die boerderij van 3,5 hectare. Het lag net naast een plaats. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk door je eigen onderzoek een goed beeld ervan. En dan nog moet je een prijs neerleggen. Nou, samen met de makelaar heb ik daar eens overlegd van wat ik daarvoor zou betalen. En uiteindelijk heb ik er wat extra's bij gedaan, omdat ik dacht dat er misschien nog wel wat extra's in zat, omdat het zo dicht bij een dorpskern lag. Ik naar de makelaar, 3 dagen later, envelop mee, papiertje erin, ingeleverd bij de makelaar. En wat denk je? Van de 7 inschrijvers had ik het hoogste bod. Behoorlijk hoger, maar 10 minuten later belde de gemeente mij. De gemeente van Heerenveen. En die zegt, wij willen eigenlijk wel dat stuk grond met die boerderij kopen. En wij waren nummer 2. Ja, wist ik veel. Dus ik heb ze gezegd van, kom over een week of 3 maar weer eens een keer bij me. Want ik heb net een boerderij gekocht. Maar eens kijken wat ik er allemaal mee ga doen. Het is prachtig, maar over 3 weken dan hoor ik graag wat jullie willen. 3 weken later belde de gemeente. Die heeft het uiteindelijk van mij gekocht. En ik heb de waarde verdubbeld van die woning. Want het bleek dat net op dat stukje grond, op die 3,5 hectare, dat daar 40 huizen gebouwd moesten worden. Echt een schot in de roos natuurlijk. Geen verstand van zaken. Nog nooit iets in vastgoed gedaan. En dat was een heel groot voordeel. Want als je in Nederland namelijk iets doet waar je geen verstand van hebt en waar je ook niet veel arbeid in steekt, dan valt dat in een fiscaal heel aantrekkelijk regime. Dat noemen ze in box 3. En dus was ook nog de hele winst belastingvrij. Nou, je snapt dat ik heel enthousiast werd van vastgoed. En vanaf dat moment heb ik nou, eigenlijk elke maand wel iets gekocht en weer verkocht of gehouden. En zodoende ben ik begonnen met mijn vastgoedcarrière. Heb ik een portfolio gebouwd. Moet je ook zeggen, ik heb ook wel misses gemaakt. Dus mijn advies is om je goed in te lezen, veel erover te leren, naar evenementen toe te gaan. Je kunt mij eens een keer bellen of je kunt een bericht achterlaten op de post. Dan vertellen we je graag meer. Dit was mijn ervaring van mijn eerste vastgoedbelegging. Ik wens jullie heel veel succes in 2020 met jullie belegging. Of met jullie interesse, met jullie vastgoed. En ik zie jullie graag gauw ergens op een andere film of op een evenement. Tot kijk!